Jitske Eijsema van de Friese PVV-fractie in de Provinciale Staten heeft een klacht ingediend bij de Provinciale Griffie. De klacht gaat over haar eigen fractie. Volgens Eijsema zou zij structureel dwars zijn gezeten door fractiegenoten. De Griffie neemt de klacht echter niet in behandeling, daar zij niet gaat over interne fractieaangelegenheden. Door de oneenigheid is er een grote kans dat de PVV-fractie uiteenvalt. Eijsema kwam in maart tijdens de Provinciale Statenverkiezingen met voorkeursstemmen in de Staten. Haar partij behaalde toen 4 zetels.